Valerie sjouwde haar koffers door het trappenhuis en de gangen van de Fashion Academy naar haar slaapkamer. Ze wenste dat er een lift was en dat ze daar samen met Pleun in stond of met meer vriendinnen. En dan bijkletsen over de vakantie en allemaal vertellen over haar nieuwe website. En Pleun zo hard erboven uitroepen dat ze straks allemaal meteen moesten gaan kijken omdat hij echt... Valerie! Bijna botste ze tegen Jubel op. Die versperde haar met een verontwaardigd gezicht de weg en wees naar de deur van haar slaapkamer. Moet je dat zien? Die emmer bedoel je? Vroeg Valerie voorzichtig. Ze knikte naar de emmer die aan de deurklink van Jules' kamer hing. Aan elke deur hing er één. Dat is toch niet normaal? Jules ontplofte zowat van verontwaardiging. Waar is hij voor dan? Jules pakte een witte envelop uit de emmer van haar kamer, haalde er een brief uit en liet hem zien aan Valerie. Beste Jules, hou je kamer schoon. Iedere vrijdagmiddag vindt de inspectie plaats. Groet, Donna Sofia. Ik ga echt niet elke week mijn kamer soppen. Jewel had haar armen over elkaar heen geslagen. Ik ben assenpoester niet, dikke doei. Ze ging haar kamer binnen en sloeg de deur met een klap achter zich dicht. De emmer kletterde op de grond en rolde door de gang.